staan hier vandaag op een oude industriële site, een oude textielfabriek. Een echte paarse sproet binnen de stad Kortrijk. Een eilandje eigenlijk, met een historisch verleden. Waar wij willen transformeren naar echt een stadsmagneet. Een oase die een fantastische meerwaarde kan bieden voor de ondernemers die hier straks aan het werk gaan, maar ook voor de buurt. En ook voor ons, want wij zijn echt verliefd geworden op deze site met een unieke identiteit, met een bepaalde verweerdheid en een echte ziel. Ik denk dat we zonder twijfel mogen zeggen dat dit een toplocatie is, waarbij je zowel naar ontsluiting toe de grote verkeersassen in de buurt hebt, als ook super dicht bij het stadscentrum van Kortrijk Zuid, met alle faciliteiten van dien als het gaat over shopping, over bepaalde diensten die in de onmiddellijke nabijheid zijn. Ik denk dat je er eigenlijk niet beter kunt zitten. Deze site is belangrijk omdat we hier proberen de verwevenheid tussen wonen en werken te maken. Eigenlijk op een boogscheut van de grote markt van Kortrijk. Dus gelegen tussen woonwijken. Maar tegelijkertijd willen wij de bedrijvigheid in onze stad houden. Dus de vraag is, hoe doen we dat op een goede manier? En daarvoor hebben we een ruimtelijk uitvoeringsplan gemaakt. Niks van wonen en werken, een levendige nieuwe stadsbuurt. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Er wordt ook voorzien van fietsdoorsteken, voetgangersdoorsteken. Werknemers gaan hier veel makkelijker met de fiets en met het openbaar vervoer kunnen zich verplaatsen tussen wonen en werken. Duurzaamheid zit terug, wat dat ook het DNA van Futurn is, in de essentie van wat dat we doen. We hergebruiken een belangrijk stuk van de structuren, dus ik denk dat dat al een heel duurzame manier van ontwikkelen is. En daarnaast hebben we natuurlijk de energetische aspecten van de bouwschil, wat dat we rekening mee houden. Maar last but not least, wij gaan hier ook een warmtenet aanleggen, op basis waarvan dat we met geothermie eigenlijk de gebouwen op een duurzame manier willen verwarmen en koelen. Wat toch ook heel belangrijk is dat er ook heel veel meer vergroening komt. En dus nu betreed je deze site zeg maar in een verhard oppervlak. Dat zal niet meer zo zijn. Er is heel veel vergroening die we doen. We gaan toch een beetje gaan ontpitten links en rechts. En ik denk ook dat dat zeg maar nog een extra touch is om die gebouwen nog veel meer tot hun recht te laten komen. Het is een cadeau hè, als je zo'n site krijgt als ontwerper. Want eigenlijk moeten wij heel weinig doen om die site tot leven te brengen. We moeten een beetje ontpitten en zaken wegknippen om daar een beetje lucht in te krijgen en doorwaadbaarheid. Maar op zich, ja, die elementen die wij toevoegen, zijn eigenlijk heel nederig. Ik denk dat we enerzijds zitten met een site die een enorm rijkelijk en waardevol patrimonium is. De texturen, de patina, de materialen die hierin terug te vinden zijn. Dus die proberen we enerzijds te behouden. Maar anderzijds is het ook onze taak geweest toch, om een soort symbiose te maken van het nieuwe gedeelte met eigenlijk die oude elementen, die dan eigenlijk een karaktervol ontwerp genereert.